Ja, goedemiddag. Over corona willen we proberen dinsdag te kijken, op basis van alle adviezen die er dan liggen, te kijken wat er weer mogelijk is. Al ziet dat er gewoon op dit moment natuurlijk niet goed uit als je naar de aantallen besmettingen kijkt. Maar ik wil er verder niet op vooruit lopen. We verwachten de komende dagen ook weer de nodige adviezen daarover. En dan willen we dinsdag nader bericht geven over de situatie richting kerst en daarna. Behalve het dus minder vrolijke nieuws over de cijfers, wel goed nieuws over de vaccinatie, over de vaccins. We staan wat dat betreft echt aan de vooravond van een nieuwe fase van de pandemie. Zoals Hugo de Jonge al heeft gezegd, als alles mee zit, dan kunnen we in januari de eerste mensen in Nederland gaan vaccineren. En dat is natuurlijk ook het perspectief waar we zo naar uitkijken. We hebben steeds gezegd, dat perspectief bestaat uit een vaccin en of testen op een veel grotere schaal en of een medicijn. Maar het vaccin is van deze drie natuurlijk het meest effectief. En nogmaals, dat hopelijk is dan een begin in januari met weer een nieuwe fase. Ja, deze week misschien wel het beste nieuws sinds bijna een jaar. Vaccinaties kunnen mogelijk beginnen 4 januari. Zag u dat ook zo als misschien wel het beste nieuws van de afgelopen maanden? Ja, zeker. Want nog diezelfde dag begon het geharwar weer. Kan niet, veel te vroeg, te optimistisch. Kunnen we dat wel waarmaken? Dat is ook waar. Dat moeten we hopen. We werken er vreselijk hard aan. Als het meezit, dan lukt dat in die week van 4 januari. Het is ook het meest gunstige scenario, want er moet nog heel veel gebeuren. Maar wat Hugo de Jonge terecht gezegd heeft, als alles meezit in dat meest gunstige scenario, dan kan dat in de week van de 4e. Ja, maar is het nou een realistische verwachting of is het een streefdatum? Ja, we verwachten nu dat die toestemming er komt eind van het jaar, dat dan ook de Europese Commissie dat doet. En dan zou je dus in de week van 4 januari kunnen beginnen. Maar nogmaals, dat hangt dus eerst af van die besluitvorming daarvoor. Die hebben wij niet in de hand, hè. Dat is buiten onze macht. Dat ligt bij het Europees Medicijnsagentschap en bij de Commissie. Wat een beetje opviel in de reacties op dit goede nieuws, was dat een heleboel partijen, GGD, huisartsen riepen van ja, het kan niet. Terwijl het misschien veel meer zaak is om met z'n allen de schouders eronder te zetten en te zorgen dat het lukt. Maar Hugo heeft niet gezegd dat wij op 4 januari heel Nederland gevaccineerd hebben. Hij zegt, als alles mee zit en alle besluitvorming gaat goed. En nogmaals, die bevindt zich niet in onze controle. Maar was u niet teleurgesteld in die reactie van kan niet en moeilijk? Nee, dat is ook prima. Iedereen denkt, volgens mij is iedereen onderliggend heel blij. Maar zegt iedereen ook, wauw, dat is wel een enorme logistieke operatie. Ja, dat zien wij natuurlijk ook. Dus de komende weken wordt er vreselijk hard aan gewerkt om zo ver mogelijk klaar te staan. Dus u hoopt eigenlijk dat iedereen die uitdaging aanneemt? Dat doen ze ook, geen twijfel over. Iedereen wil toch van die ellende af. Ik zichtbaar een vaccin laat plaatsen, dat wil ik best doen als het helpt, zeg ik u maar vast, om meer mensen te laten deelnemen. Maar dat gaat echt nog maanden duren voordat ik aan de beurt ben. Ik heb nu, voor zover ik weet, geen onderliggende klachten en ik ben te jong om in de eerste groep te zitten. Ja, u verwijst naar de oud-Amerikaanse presidenten die dat hebben aangeboden. Ja, maar die hebben een leeftijd dat ze natuurlijk nu aan de beurt zijn. Ja, u nog niet. Maar misschien moeten we oud-premiers vragen om zichtbaar voor heel Nederland. Ja, prachtig, doe dat, ja. Ja, moet ik dat vragen of gaat u dat doen? Ga ik niet doen, maar u gaat dat vast doen. Ik zag Balkenende zich al aanbieden. Kijk aan. Die is ook nog niet in de leeftijd, denk ik, of wel? Nou, die is wel over de 60. Ah, oké. Okay. Ja. U had het net over dat de cijfers er niet goed uitzien. Dat komt, neem ik aan, door het feit dat ze niet verder dalen? Ja, eerder iets lijken te stijgen vandaag, als je het ziet. Maar goed, dat zijn dagcijfers, daar moet je natuurlijk vreselijk opletten. Dus laat ik niet proberen die cijfers te interpreteren. Dat vragen we natuurlijk aan de specialisten in het outbreak management team. Om daar een eerste, echte, wat grondige analyse van te maken. Maar je had natuurlijk toch nu op andere besmettingsniveaus willen zitten. Hè? Hoe komt dat? Ja, dat heeft er dus alles mee te maken altijd natuurlijk. Dat er dus meer verspreiding van het virus is dan we wenselijk achten. En dat heeft natuurlijk altijd te maken met de optelsom van alles. Scholen blijven open. Zou het zo kunnen zijn dat de besmettingshaarden zich nu vooral in het onderwijs? Dat lijkt het niet op, eerlijk gezegd. Maar dat heb ik ook weer gevraagd aan het outbreak management team. Er is natuurlijk wel wat besmetting in de bovenbouw van het onderwijs, maar dat lijkt niet dramatisch. Ja, het uitgangspunt wat we de afgelopen maanden hebben gezien, dat scholen eigenlijk open moesten blijven. Dat is toch misschien wel het belangrijkste wat het kabinet naast het op orde brengen van de zorg zich voor ogen heeft gesteld. Dat er aan dat beleid getornd kan worden. Dus dat
het idee van de scholen moeten sowieso open blijven, dat daar misschien van afgeweken gaat worden de komende weken? Dat is niet mijn verwachting nu. Ik kan u dat niet met zekerheid zeggen. Ja, maar nog even specifiek op het onderwijs. U ziet een langere sluiting van de scholen rond de kerst niet plaatsvinden. Nou ja, ik dacht dat u heel precies zijn. Ik dacht dat u meer vroeg in de algemene zin zie je bij het onderwijs across the board beperkingen. Dat zou niet mijn eerste vermoeden zijn. Maar ik dacht dat uw vraag meer was, hè, zoals wel gesuggereerd is, de bovenbouw helemaal sluiten. Ja, het ene kan niet, het andere open. Maar dat lijkt mij niet, dat zie ik niet gebeuren. Nee. U zegt, u verwacht niet dat de scholen langer dicht gaan. Ik begreep dat het RIVM heeft bekeken wat het effect was geweest van de herfstvakantie. En dat je daar niet echt optimistisch van wordt, dat dat nauwelijks effect heeft gehad. Toen waren alle scholen een week dicht. Ja. Ja, ook dat is lastig precies te zeggen, omdat ook die herfstvakantie zich verspreidt over een paar weken. Dus ik geef u een heel eerlijk antwoord. Als je mij nu vraagt, denk je dat dat heel veel uitmaakt, zou ik nu denken dat dat beperkt is. Kunt u ook iets zeggen over wat u wel verwacht? Er zitten ook altijd mensen zitten op kerstmis te wachten, et cetera. Helaas kan ik dat niet doen, omdat gewoon de cijfers niet goed zijn. En op dit moment, ik merk het ook in de onderzoeken in Nederland, mensen snappen heel goed bij deze hoge besmettingsaantallen, dat er heel weinig kan. Dus het verlengen van het pakket tot half januari is ook zeker een serieuze en realistische optie? Ik wil het er eigenlijk bij laten, want weet u, we gaan het gewoon de komende dagen bezien. Alleen over die scholen dacht ik, geef ik u gewoon inzage in wat er in mijn hoofd zit. En dat is ook niet veel meer dan dat, want ik ben geen viroloog. Kunt u nog eens uitleggen waarom het zo belangrijk is dat horeca hun deuren gesloten houden? En waarom is dat? Omdat in de horeca ben je langer dan een kwartier in elkaars omgeving. De horeca doet vreselijk zijn best om het allemaal goed te regelen, maar het is echt anders dan een winkel waar je langs elkaar loopt. Kort in elkaars buurt bent. Hier zit je langere tijd op dezelfde plek. En zeker ook als er sprake is van harde muziek en wat drank in de man of de vrouw, dan zijn dat gewoon meer risico's. En dan zie je ook dat het echt een plek is waar toch meer dan gemiddeld besmetting plaatsvindt. Je kunt dus uitleggen voor kijkers die het niet zien, wat gebeurt hierna altijd? Nou, hiernaast is geen café open. Nee, wat gebeurt hier? Ik heb die vraag gesteld aan de PPV. Maar daar, ik heb begrepen, hebben die ook geantwoord dat dat zaaltjes zijn, zoals die er vaker in Nederland zijn, waar je maximaal 30 mensen mag zijn en waar je maar zo'n zaal ook een kop koffie mag schenken. U ziet dat niet als een horeca-establishment? Nee. Maar staat... goed, dat zou u echt, ik ben daar te gast hoor, dat zou u dan echt aan ja, u bent te gast, maar aan de parlementaire persvereniging moeten vragen. Maar ik begreep dat de heer Boon u dat antwoord had gegeven. Ja, maar ik vraag nog eventjes aan u, want u bent natuurlijk ja, volgens u bent mij te gast, dat maar u heeft nog iets van een eigen wil natuurlijk. Ja, maar ik geloof dat zijn antwoord klopt. Ja. Maar u staat daar wel iedere vrijdag. Is dat niet een beetje ongemakkelijk als al die horeca hun deuren hebben moeten sluiten en u staat wel in een restaurantruimte koffie te drinken? Nee, want ook als ik bij vrienden op bezoek ben, ja, drink je ook een kop koffie, mits je natuurlijk aan de aantallen houdt. Als alles nou loopt zoals het moet gaan en de vaccins van Pfizer en Moderna worden goedgekeurd. Mm-hmm. Hoeveel doses verwacht Nederland dan te ontvangen in januari? Ja, ik heb dat hier meegekregen, maar is ook al met onzekerheid omgeven. Het gaat nu, lijkt het om circa 1 miljoen vaccins van BioNTech Pfizer. Mm-hmm. Daar kun je dan 450.000 mensen mee vaccineren, want je hebt een stuk verlies. Vanwege de complexe logistiek moet je vanuit gaan, zo'n 10%. En dan hou je de 900.000 over, je moet twee keer prikken. En dan hopen we in de eerste maanden van 2021 van Moderna nog eens 400.000 doses te hebben. En uiteraard is dan de verwachting dat in het tweede en derde kwartaal grotere hoeveelheden ook van meerdere vaccinontwikkelaars naar Nederland komen. Ook opnieuw de verwachting en opnieuw afhankelijk van goedkeuring door EMA. Er zijn geen ambtelijke adviezen over iets als de televisietoespraak van 16 maart? Dat volgens mij sowieso niet, nee. Dat hebben we allemaal mondeling besproken. Uiteindelijk kwam er een eerste concept op maandagochtend, ja. Nee, daar weet ik het zelf zeker van dat er geen advies is, nee. Maar dat zou ik moeten nakijken. Maar volgens mij hebben we dat allemaal die zondagmiddag besloten in het Katshuis. Er wordt wel gezegd dat op AZ de traditie geldt inmiddels om zoveel mogelijk mondeling en zonder papier af te handelen om te voorkomen dat zaken kunnen worden gewopt. Klopt dat? Nee, ik heb dat allemaal uitgelegd ook vorige week bij de commissie, dat binnen AZ, we hebben een heel klein team en het meeste gaat niet allemaal schriftelijk. En je ziet dat er in Bobstukken ook altijd memo's zitten aan ministers als het gaat over het voorbereiding op een vergadering of de voorbereiding op een gesprek met iemand. En ik kan me zo slecht voorstellen dat er... Die zijn er allemaal binnen AZ en die zijn ook allemaal bijvoorbeeld verstrekt aan de commissie. Daar zijn ze ook besproken, mijn verhoor. Nee, ik heb het nu over de corona. De coronawop heb ik het over. De coronawoppen. Heb ik dat niet duidelijk gezegd? Het gaat over mij over de coronawop.
Ja, maar in corona, daar zat ik de hele tijd bij. Dus ik weet ook niet of Hugo de Jonge, ik denk niet dat er ook bij hem heel veel adviezen zullen zijn, nog eens een keer apart aan hem voor gesprekken die hij met mij had of zo. Dat lijkt me niet. Want wij zagen elkaar de eerste week natuurlijk dagelijks, hadden we iedere dag informeel overleg. Dus er gaan nu heel veel, vanuit heel veel ministeries, allerlei WOP-publicaties plaatsvinden over de coronabestrijding. Kunt u dan hierbij, dan zegt u dan hiermee in feite dat alles wat daarin wordt gepubliceerd ook betrekking heeft op het ministerie van Algemene Zaken, dat er niks extra's is op AZ wat iets te maken heeft met de corona-uitbraak? Nee, behalve hè, wat in het WOP-verzoek zat en onze reactie erop, een paar dingen die binnen AZ zijn, die vallen onder de beleidsintimiteit tussen ambtenaren, is er verder niet veel te geven, nee. U rekt niet de WOP-wetgeving daar erg Nee, echt niet. Dat kan ook niet. En bovendien geldt dan natuurlijk, als je dat zou doen, dat een journalist of een andere instantie ook in beroep kan gaan. Dan moeten we dat ook goed kunnen uitleggen. En dat is echt niet het geval. We houden ons echt aan de WOP. Ja, want een aantal OMT-leden heeft ook gezegd dat ze misschien hun mediaoptredens, dat ze daarover twijfelen, of ze daarmee door moeten gaan. Mm-hmm. We zien toch ook wel dat ze wel een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk debat zijn. Vindt u dat verstandig, dat ze daar misschien mee stoppen, naar aanleiding van de bedrijf? Ik vind het verschrikkelijk. Dat kan helemaal niet. Wij moeten allemaal gewoon bij u te gast kunnen zijn en ons vrij voelen en veilig voelen.